Welkom allemaal bij het Klassenwerkplekjournaal. Wij gaan hier de klassenwerkplekken van Nederland bekendmaken. Dat zijn de voorbeeldscholen van Nederland die uitblinken in hun bijdrage aan het werkgeluk van hun leerkrachten. Zijn jullie er klaar voor? Een klassenwerkplek, waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten. Het onderzoek van Klassenwerkplek werkt aan een positieve aandacht voor werkgevers. We bundelen de stem van de leerkracht aan krachtig onderzoek met als doel om van elkaar te leren. En dan nu naar de top 3 van Nederland. Deze scholen zijn het voorbeeld van werkgeluk onder leraren. Wat een spannend moment. Ik mag je namelijk bekendmaken dat jullie nummer 2 zijn geworden van Nederland. Yay, beter! Leuk, dat is leuk om te horen. Hoe komt het dat leerkrachten het bij jullie zo goed hebben? Dat komt onder andere omdat ze de vrijheid krijgen om hun onderwijs in te richten zoals zij vinden dat het goed is. En daardoor door die vrijheid het stukje vertrouwen hebben, zonder daarbij elkaar te verliezen. Want we blijven wel altijd met elkaar in gesprek. De wegwijzer kent veel ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden. Hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie die ruimte echt benutten? Ik denk dat iedereen daar moeite voor doet en voor elkaar wil werken en elkaar die ruimte ook geeft. En mee wil denken en sowieso vanuit Berenike, maar ook onderling. Dus als we weten van nou, die wil zich daarin ontwikkelen of die wil iets van wat kunnen wij daar ook aan doen om diegene daarbij te ondersteunen. En het schijnt dat jullie heel effectief vergaderen. Hoe werkt dat precies? Wij doen inderdaad een aantal teamvergaderingen en dat gaat dan over de speerpunten. Die zijn begin het jaar opgesteld, dus een vrij korte agenda. En een aantal keer tussendoor hebben we rond je tafel voor hetgeen wat dan nog opkomt. En ja, ik vind dat echt heel fijn werken. Je houdt gewoon de agenda kort, het is efficiënt. Ja, ik vind het heel prettig. Wat is precies jullie geheim? Ik denk dat dingen heel goed geregeld zijn. Ik denk dat, dat we heel bereid zijn om voor elkaar te werken. We hebben het heel gezellig samen. Het is gewoon een superleuk team en ik denk dat dat de bereidwilligheid ook heel groot maakt om dingen te doen en dingen te realiseren met elkaar. Bedankt voor al je goede inzichten en nogmaals gefeliciteerd!